De grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar staat dit jaar in het middelpunt van de belangstelling vanwege het 500-jarig jubileum. Woensdagmiddag kon alweer een vinkje worden gezet op de to-do-lijst van het grote masterplan voor de kerk. Er is vanaf nu een heuse winkel en een nieuw informatiepaneel van de permanente tentoonstelling over de libraaien, de oude bibliotheek van de kerk. Die wordt, met de uitgave van een boek, eigenlijk toegankelijk voor iedereen. Wat we vandaag eigenlijk in het bijzonder vieren is weer een stukje van het masterplan. Eigenlijk een van de laatste stukjes van het masterplan die we aan het afronden zijn. En eigenlijk is dat een hele serie verbeteringen die de afgelopen jaren in de Grote Kerk zijn aangebracht. En vandaag is er opnieuw een informatiepaneel geopend, in dit geval over de libraaien. En hier aan de linkerkant hebben we een splinternieuwe museumwinkel gekregen. Dames en heren, welkom in de museumwinkel. U heeft ook een mooie winkel geopend. Heeft u al iets gekocht? Nee, iemand anders was mij voor. Want ja, ik moest natuurlijk openen en daarna weer terug om mijn portemonnee te halen. Ja, en in die tijd is iemand anders voorgedrongen, zullen we maar zeggen. Dat heet handel, hè? Dat heet handel en ik hoop dat de winkel echt gaat floreren en heel goed gaat lopen. U heeft een mooi boek over handen gekregen. Wat gaat u ermee doen? Nou, dit is een heel bijzonder boek. Is namelijk het nulde exemplaar. Dat is een exemplaar dat wordt gemaakt en dan wordt er nog een laatste keer gekeken of er nog foutjes in zitten en of alles klopt. En dan pas komt het echte boek voor de verkoop uit. En ik heb dit exemplaar overhandigd gekregen, dus dat is wel uniek. Daar moet ik heel zuinig op zijn. Hoe moeilijk was dit om zo'n boek samen te stellen over de libraaien van de Grote Kerk? Nou, het feit dat ik er 10 jaar mee bezig ben geweest, dat zegt genoeg. Ja, dat is moeilijk. Het lastigste is feitelijk nog om het concept te bedenken. Want je bent een wetenschapper en werk je altijd voor een kleine groep specialisten. En naarmate de tijd vorderde, dacht ik, iedereen moet dit boek kunnen lezen. En zonder enige volkennis of wat dan ook. Gewoon omdat ze uit Alkmaar komen en van hun stad houden.